Vandaag brengt IT Daily verschillende experts rond de tafel om te praten over AI. We gaan kijken naar de impact op de bedrijfsvoering van zowel co-pilots als agents, hoe dat die implementaties passen in het bredere AI-verhaal en natuurlijk wat de impact van regelgeving en privacy daarbij kan zijn. Voor KMO's is het zeer belangrijk dat ze durven iets starten. Technologie is meer en meer matuur, dus vandaag kan het wel. Nu, wat is zeer belangrijk, is dat ze niet vergeten dat ze moeten starten vanuit het probleem en niet direct vanuit de oplossing, dus AI voor AI. Dus, maar dat ze effectief een probleem willen oplossen. En het tweede punt dat is weer belangrijk is dat het is niet alleen maar een technologieprobleem of technologische aspecten, maar het gaat wel over mensen en veranderingen door en voor de mensen. Wel, ik denk dat bedrijven heel vaak gefocust waren op het large language model, de holy grail waar ze alle vertrouwen in hebben. In de realiteit zou ik zeggen van de large language model is een commodity. Die modellen evolueren, die zijn met elkaar waardig, die kunnen elke dag een beetje meer. Wat het verschil gaat maken voor bedrijven is dat ze eigenlijk in staat zijn om de datahuishouding, die datalaag, overzichtelijk te krijgen. En ook de businessproces, de actielaag, om die eigenlijk helder te krijgen en zoveel mogelijk op bepaalde platformen te gaan zetten. Want uiteindelijk die agenten die moeten aware zijn van data, bouwstenen die er zijn en ook acties die ze kunnen gaan ondernemen. Dus daarop in gaan zetten gaat eigenlijk leiden tot een acceleratie. Transparantie is echt wel belangrijk. Niet alleen omdat het zou moeten, maar ook om het vertrouwen te krijgen. Het vertrouwen van de gebruiker, maar ook het vertrouwen van de persoon die onderworpen is eventueel aan beslissingen van een AI. Dus als het gaat over het vertrouwen krijgen van de gebruiker, van de eindgebruiker, ook van de burger die uiteindelijk onderworpen moet zijn aan de beslissingen van een systeem dat misschien AI gedreven is, dan is transparantie en de explainability, de uitlegbaarheid van waarom is een beslissing gebeurd, een absolute voorwaarde, dat is een absolute must. Binnen een overheid moeten we dat doen, maar ook in de private sector is dat om het vertrouwen te winnen van de klant een heel grote meerwaarde. Eigenlijk gelden heel veel best practices bij AI tegenwoordig, net zoals dat je het bij een normale mens zou hebben. Een typische conversatie, hoe duidelijker dat je bent, hoe beter. Ook in een AI-context is dat zo. Als je voldoende context deelt met een agent, assistent, zoals bijvoorbeeld Tonna, dan ga je ook gewoon merken dat zij met de info die dat je geeft aan de slag gaat en er het beste van maakt. En vooral wat experimenteren van de eindgebruiker, die dat toelaten om het maximale eruit te halen. Wij geloven erin dat het zijn van een specialist of een niche-speler ervoor zorgt dat eigenlijk voor de case die voorhanden is de beste AI of technologie wordt gebruikt, enerzijds. En anderzijds merken we ook op dat de expertise van een bepaalde sector of met bepaalde klanten samen te werken ervoor zorgt dat je ook de best practices om die technologie te gaan gebruiken ook beter kan gaan delen. Hè. Dus wij geloven heel hard in het feit van zijn zij een specialist op een bepaald proces en neemt daardoor de technologie beter mee in de dagdagelijkse processen.